Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandagochtend. Ik ben net thuis gekomen. Ik was vannacht bij Stam bleef slapen. Ik ben nu 10:30 thuis. Ik ga nu editen en in ieder geval werken en wat dingetjes fixen en op een rijtje zetten. Dus ja, even een productieve dag. Oh my god, I made the most simple, maar healthy and easiest lunch ever. Het is een soort hele simpele kokerbol met rijst, kip, vegan kip trouwens, komkommer, een beetje guacamole, kimchi. En het is eigenlijk gewoon die sambal. Die van Emily Mariko helemaal viral ging. Dat is daar gewoon. En dan met mijn kip. Ik kan dit echt met alles doen. Ik heb een TikTok gemaakt hoe ik dit helemaal precies heb gedaan. Maar het is super easy. Echt oprecht. En dan lekker met zo'n zeewiertje. Dat maakt het echt helemaal af. Oh my god. Dit is oprecht zo lekker. Ik had hier gewoon echt even helemaal zin in. Die kimchi pot is gewoon letterlijk bijna al op hier in huis. Zoveel eten wij het. Oh. Zo chill. Het zijn allemaal gewoon van die random dingen die ik hier gewoon in huis heb liggen. Deze boodschappen voor heb gedaan. Gewoon denkt, ik heb honger, wat ga ik maken? En dan komt dit eruit. Ja, ik doe ook maar wat. Ik ga dit echt vaker maken. En het is ook echt gewoon best wel gezond. Dus dat is ook wel nice. Zo aan het genieten. Gewoon zo van eten genieten. Wauw. We gaan echt nergens over. Wat allemaal met witte legging. Nou. Oké, ik heb even geëdit en gewerkt. En ik ga nu snel omkleden. Want ik ga sporten met Maggie. En haar vriend is er ook. Dus heel snel even omkleden. En ja. Het is koud hier. Goedemorgen allemaal. Echt. Oh, ik ben zo dom. Ik had vanochtend een fucking leuk event. En ik heb me gewoon verslapen. Echt. Wat gebeurt hier? Ik word gewoon opeens wakker. Ik schrik wakker. Het is 10:00. Ja, dit is echt heel dom. En het begon om 9:30. Dus. En het is helemaal in Zuid. Dus. Dat gaat hem nooit meer worden. Nooit meer. Dus ik ga wel gewoon heel dag naar kantoor en werken. Want ja, ik zou eigenlijk in de middag gaan. Oh, hoe dom kan je zijn? Echt, hoe kan me dit gebeuren? Helemaal mijn haar gekruld. Voor niks. Jezus, wat slecht. Nou, ik heb net lekker gesport met Maxter. En we zijn nu lekker pokeballs aan het maken. Komkommer hebben we. Worteltjes, lekker boontje. Hoi! Zo. Avootje. En zo'n lekker zalmpje aan het pakken. Looks good. Wow. Volgens mij is het al een beetje klaar. Want het zijn natuurlijk best wel kleine blokjes. Dus snel. Ja? Oeh. Like they're small. So they. Oh mijn god. Juist. Nou, nog heel even moeten ze denk ik toch? Ja, echt 1 minuut of zo. Ziet er absoluut niet lekker meer uit. Maar. It's a lot. Het is zo lekker. Het is echt wauw. Ik heb eigenlijk nooit pokeball gemaakt met echt gebakken zalm. Nee, ik ook niet. Nee. Maar het is wel lekker. Ja. Beter dan. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb vanochtend een sportlesje gevolgd. Bij Tribe, een HIIT workout. Dat was echt vet heftig.
Nu ben ik aan het werken op mijn laptop. En vanmiddag komt Stan gezellig. Ik moet even content maken voor Cetaphil. Dit is een skincare merk. Ik ben er nu de afgelopen 2 weken al mee bezig. En het is echt super chill. Dus, oh, mijn laptop is uitgevallen. Ja, daar ga ik even content mee maken. En ik moet even boodschappen doen. En helemaal lekker chill dagje eigenlijk. Ik ben echt heel de dag aan die tafel gezeten, echt waar. Super saai. Maar nu is Stanny er gezellig. En ga even boodschappen doen voor vanavond en morgenavond. Morgenavond komt iets van Bo eten, super gezellig. En dan gaan we ook uit, dus daar moet ik ook even boodschappen voor doen. Want morgen overdag moet ik weer heel de dag werken. Dus ja. Ja, dit is het. Doei. Heb ik niet iets laten liggen? Oké, Meg en ik zijn even bij mij thuis, want we zagen dat Chiquel was bezorgd. Helaas is lieve Floor er niet bij, want we hebben met z'n 3 items uitgezocht. Hoe leuk. Dus we gaan even laten zien. Oh, deze topje. Ik heb... Ga je de Nederlands alvast proberen? Ja. Want Meg en ik gaan dus een naked video in Nederlands opnemen. Meg is Italiaans, dus praat ook het Engels. Ja. Dus we gaan nu in Nederlands alvast oefenen. Oh. Ja, okay. Karma. Nou, ik heb deze. Wacht, top, even kijken Floor. Wat van wie nou is. Ja, dit is van Floor. En dit. Dit. Nou, dit is voor jou dan. En dit is... Dat lijkt wel. Oh, dit is cute, hè? Ja, dit, ik dacht, dit is heel leuk voor de zomer. Ga jij maar beginnen. Oké. Ik heb deze topje. Zwarte topje. Oh. Oh! Cute! Cute. Oh, ik kan niks zien, hoor. Maar dit is een one shoulder. Welke... Welke maat? Is one size. Oh. Wat wel cute hoor. Ja. Even wat heb ik? Oh nee, dit... Huh, maar deze had Floor toch ook? En dit voor jou dan? Dit is ook van Floor. Deze heeft Floor in ieder geval. Dat is een crop top. Met aan de onderkant strikjes. Ja. Dit is die ze bij de eerste ronde had gestuurd. Oh. Nee, Floor, 3 items. Is echt cute hoor. Heel leuk. Het staat denk ik echt mooi bij jou. Ja. Wat heb ik nog meer? Ik heb een jurk. Hé? Wat heb je besteld dan? Ik snap er echt helemaal niks meer van. Oh, dit is cute hoor. Ja, het is wel leuk. En strak. Ja? Ik denk dat hij wel strak is. Oh. Nee, maar het is heel uitrekbaar hè. Ik heb ook deze besteld dan. Kijk, voor zomer. Heel leuk. Oeh, maar een beetje klein hoor. Kijk. Nou, en ik heb ook een zwarte jurk. Ik zal alle linkjes zo doen. Oh, huh? What the fuck? Oh, dit gaat zo doen. Zo. Oh, wel schattig. Ja, dat is wel heel leuk. Yeah. Oh ja, en heb ik een... Huh? I wanted this too. Heb jij die? Nee, niet nu. Wat heb jij dan? Ja, deze en oh, deze. Ja. Ja, en dit is een soort top en dat is een beetje doorzichtig. Dus kan je een BH er, een zwarte BH eronder. Nou, helemaal cute. Oh ja, en ik heb nog een topje. Voor de zomer. Voor de zomer. Heel leuk. Kijk nou hoe cute. Echt leuk. Zo klein hoor. Ja, maar ik heb toch geen grote boobs. Maar dat was de Chiquel. Shoplog. Is een M? Ja. Het lijkt echt op een S. Is een M? Ja. Van je koop, dus... Dit is echt sexy. Zo, we hebben dit nu zelfs 25% korting. Zo! Normaal is het 20. Dus met Sara 25 krijg je 25% korting. Dus ze hebben allemaal nieuwe leuke items. Echt heel veel. Ja, dat is echt veel. Zoveel. Dus ja, link staat in de beschrijving. Ook hebben ze een hele snelle delivery. Oh ja. Ik heb het gisteren besteld, hè. Gisteravond. Oh ja. Het is er nu al. Maar dat komt omdat ze een warehouse in Nederland hebben. Dus het is er echt binnen 24 uur in Nederland. Dus dat is echt top. Dus als je zeg maar ASAP iets nodig hebt, dan moet je echt bij Chiquel bestellen. Oh. Ja, linkjes staan in de beschrijving. Kunnen jullie checken. Maar we gaan nu even lekker gymmen. Ja, upper body. Oké. Okay. Een kaars. Ik heb ook echt trouwens het leukste pakketje ooit gekregen net van Nivea. Ik had dus gisteren een event, maar nou... Ik wil het er niet over hebben. En kijk hoe schattig ze hebben dit erbij gedaan. Van Studio Nose. Met mijn initiaal. En er kan dus perfect zo'n potje in. Maar ik heb dus ook de bijpassende tas. Nou, dit is echt te leuk.
Oh my god, ik ga een stuk. Er zit hier crème. Maar volgens mij heeft hij gewerkt bij The Hoxton. Het is een soort hotel. Maar ze hebben dus ook een café. En daar werken echt heel veel mensen. Super chill, echt aanraden. En Isabel Go komen zo meteen dus. En gaan we lekker spicy cheesy noodles maken. En uit vanavond. Echt leuk. My bed, girl with the... Oké, okay, we hebben ons een beetje klaargemaakt. Hi. Hey. Maar we zijn nog niet helemaal tevreden. Kijk hoe mijn girls eruit zien. Wauw. Ja, ik weet alleen dat ik mijn haar wil. Ja, dat is altijd lastig. Vooral als je... Zeg maar, ik heb 2 dagen mijn haar niet gewassen. Ja, ik heb het dus net gewassen voordat ik hierin kwam. Oh. Dus het is echt zo... Ik vind het toch niet zo... Maar ik heb een top aan. Zo ziet het er echt super saai uit. Maar van de achterkant is het wel een leuke rug. En jij hebt een mooie groene top. Waar is die van? Van Shein. Oh, wauw. Heel leuk. Ik had er ook zo'n bijpassende rok bij. Maar ja, die doe ik natuurlijk niet. Nee. Oh, dit heb ik wel op Cura. Ja. En deze broek is dus heel mooi. Jij hebt broek wel aan. Waar is die van Zara? Van Zara. En top ook Shein. Deze top is van... Wat staat er achterin? Waarom staat niks? Hè? Ik denk van Chiquel. Ja? Chiquel of Naked of zo. En deze broek is van mijn jewelry. Echt? Ja, die heb ik echt al 2 jaar zo. Nou. Wij gaan lekker zappen. What the fuck? Wow, ik was echt ziek overbelicht, maar het is vandaag zaterdag. En ik heb net een sportlesje gehad van Core 40. Een soort reformer Pilates, was echt super chill. Ik weet niet, oh daar zijn ze. Ik ben met Maggie en Olivia. We gaan nu even ergens een koffie halen en ik vind het gezellig. Het is inmiddels alweer. Wow, wacht. Het is inmiddels alweer 4 uur. Ik zit nu in de auto, want ik ga nu naar Isabel. Daar gaan we klaarmaken. En daarna gaan we naar Bo. We gaan even nog haar laatste dingetjes voorbereiden voor haar cadeau. En dan om 6 uur gaan we naar Bo toe voor de 21 dinner. Zo leuk, ik kan echt niet wachten. Ik heb al helemaal een leuke outfit en zo. Dus helemaal zin in. Ja. Nou, ik denk dat ben ik lang, maar ik heb al hakken. Ja, ik doe mijn hakken nog aan. We zijn helemaal ready. Kijk hoe leuk. Echt helemaal zin in. Niet normaal. Nude en touch of gold. Maar dat helemaal niet, hè?
Oh, heel Saar, cute. Wacht. Ja, even voor de vlog. Lekker cookie, yes. Hey. Wat? Zo koud? Zo. Nee, maar ik niet uit. Wat? Zijt. Oh, slides moet het zijn, denk ik. Ja, dat maakt niet uit. Side, dat is een side dish, zeg maar. Ja, maar ik bedoel een slice van. Ja. Maar niet uit. Nee. Whatever. Ik kan niet alles. Whatever. Ik kan niet alles perfect doen, nee. Ja, weet je. Nou, we hebben het volgende gerecht. Lekker een heerlijk steak tartare. Heerlijk. Ja, maar Bo is echt heel wit naast jou. Nou, wow. Daar gaan we weer. Ja, ik wil ook met z'n vieren gaan wonen. Ja. Dat wil ze wel, ja. Prima, maar tartaar vond ik geweldig. Ja? Ik vond de kokkie het lekkerst. Ja, ook, maar de tartaar was... Oh, tartaar. Ja, ik vond het lekker. Mick! Mick, kijk, Mick. Kijk, een duizend volgens naar je. Nou ja, dus wel dat je het verdient. Nou, dan kijken wel, denk 20.000 mensen nu naar. Maar wat zeg ik, 30.000? Ik zeg... Kies, Nee, of steektartaar. Oké, nu mag ik. Ik zeg 59% steektartaar, 50% kokkies. Zeg maar, is het echt 1% verschil tussen? Dus 58 en 59. 49. Of gewoon 99 en 100. Oh, dan hebben we het altijd. Oh ja, dan kan ik het. Of gewoon 36 en 7. Nee. Jij bedoelde die tonijn. Ja, ik bedoelde de tonijn. Zij bedoelde de tonijn. Jij bedoelde de secretaar. Jij cookies en cookies. Ja. En ik? Ja. Allemaal even lekker. Ik vond het echt allemaal gewoon oprecht. Gewoon even lekker. Wat was het beste van de avond? Ik vind de steak daar ook wel heel lekker. Nee, maar ook algemeen, hè, alles, hè? Die cookies waren gewoon amazing. Ja. Niet, je kan eten, dan gewoon heb je de steak, die is gewoon ook amazing. Dan heb je het tonijn, die is ook gewoon amazing. Die risotto vond ik ook gewoon. Ja, die risotto. Ik vraag niet over eten, ik vind algemeen. Wat was de beste? Ja. We hebben duidelijk antwoord gegeven. Het beste is mijn cadeau doen om de oven, toch? Nee. Dat weet ik helemaal niet. Het beste vond ik dat jullie er maar waren. Nou. Nee. Hallo!
En dan mijn ouders bij elkaar zijn met hun eigen vrienden. Ah. Dat we lekker een sessie aan het dansen. En dat we gewoon geen illusie maken. Ja. Dat is een Bohard-droom. Heb je niet gezien, je vader is zo'n eventje fan in de bad geweest. In bad? Bam, bam! Ja. Oh, stiekem buiten. Stiekem buiten. We stonden in bad geweest. Ja. Nee, maar wat voor jij... Ik moet zeggen, een compliment voor de kok. Ja, sowieso. Ik vond het geweldig. Eén vond het geweldig. Oh, dan moet je gewoon zo. Waarschijnlijk is het een heel klein cadeautje. Ik ben niet echt een ja, maar wij willen jou poppen. Daar staan ze in. Wat een heerlijk. Bij de outfit. Ik wil al bijna zeggen, daar hebben we je schoenen. Ik moet de outfit hetzelfde. Ja, die heb ik gezien. Ja. Nah. Maar passen is... Boosjarig! Hey. Iemand commentaar van mijn video last week dat... Als ze mijn vlogs minder leuk vond, omdat ik minder positief ben en minder enthousiast. En toen dacht ik bij mezelf, ik ben gewoon echt een zeikwijf geworden. Stel, ik loop gewoon alleen maar te zeiken en vlogs zijn niet meer positief. Terwijl ik ben een fucking positief persoon. Toen dacht ik echt, hoe kan dat? Want ik voel me juist wel beter in mijn vel als bijvoorbeeld een jaar geleden. Maar ik denk dat het dus komt omdat ik het gewoon minder leuk vind, het vloggen. En ik weet niet hoe het komt. Misschien komt het omdat de views ook wat minder zijn. Ik merk dat er veel overgaat naar TikTok. Heel veel TikTok wordt gebruikt. Maar ik wil eigenlijk voor mezelf het soort anders aan gaan pakken. Dus ik dacht, misschien is het leuk om TikTok, een YouTube video weekvlog te maken. Gewoon zoals altijd. Maar dat ik meer een concept aan hang. Dus bijvoorbeeld... Wat heb ik deze week uitgegeven? Wat zijn mijn recepten van deze week? Wat heb ik voor sportlesjes gedaan? Of denken jullie echt... Nee, doe dit niet. What the fuck? Het lijkt me gewoon leuk om een keer te doen. Of gewoon once in a while. Bijvoorbeeld elke avond van de week eten bestellen. Elke avond to go. Ik ga een week lang to go. Ik ga een week lang dit of dat. Nou, you get it. Let me know wat jullie daarvan vinden. Dat ga ik dat doen. En of dat ik gewoon één video maak van 24 uur over iets bezorgd eten. Of gewoon dat.
Ja. Maar let me know. En dan ga ik dat zeker toepassen. Ik had, ik kreeg daarnaast één rotte appel comment. En duizenden, nou, en tientallen andere reacties met nee, niet stop met vloggen, vind je vlog zo leuk. En ik kijk je elke week en ik comment nooit, maar ik vind het echt leuk. Dus dat is echt super leuk om te lezen, of course. Zo lief, dankjewel. Hallo allemaal. Dit was alweer de weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet je girl te supporten door te abonneren, liken, volgen op Instagram, TikTok, allebei Sarah Verwoerd. En dan zie ik je heel snel weer. Doei! Yes, I'll be on my way now.